Hallo kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar weer een nieuwe reactievideo. Hier op dit kanaal. Vandaag is weer een nieuwe reactievideo op een nieuw nummertje van Kygo. Yes! Het is eindelijk weer zover. Eindelijk weer een nieuw nummertje van Kygo. Ik heb er zoals altijd weer enorm veel zin in. Het gaat wel weer een speciaal nummertje worden, denk ik. Ik heb speciaal ook voor dit nummertje dit shirt aangedaan. Dit is het Sunmore Alps t-shirt van vorig jaar. Er staan zeg maar skis op en zo. En dat heeft ook wel een beetje te maken met dit nummertje. En ik weet dat het in het spiegelbeeld staat, maar het gaat om het idee natuurlijk. Het nummertje heet Freeze. Ja, Freeze. Het nieuwe nummertje van Kygo. Ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt erop alsof het een solo is. Er staat geen featuring of zo. Oké, het nummertje is zojuist uitgekomen. Het is nu precies 12 uur. Het is nu 6 mei. En het nummertje is gewoon 8 minuten lang. Dat is insane. 8 minuten lang. Ik ben heel erg benieuwd. Er staat hier wel in de beschrijving dat de vocals gedaan zijn door Andrew Jackson. Dus in principe is het featuring Andrew Jackson. Die doet de vocals. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Moet wel weer een lekker nummertje zijn, toch? Het is in ieder geval 8 minuten. Het gaat sowieso de langste reactie zijn die ik ooit gedaan heb. Op YouTube. Ik ben heel erg benieuwd. De piano gaat er sowieso ook in zitten en shit. Dus ja. Ik ben alleen maar benieuwd. Laten we gewoon lekker beginnen. Kygo. Freeze. Let's go. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. Oké. Ik hoor hem. Oké, ziek. Lekker piano. Oké. Ja, ik voel hem komen hoor. Oké. En het is stil. We are on the rooftop of your car under the sky. I'll tell you the truth, crossing my heart, hoping to die. Okay. I don't know nobody like you know nobody. I'm watching a star million light years away. I wish I could pause and hear it play. Yeah, cause summer's going so fast. Darling, can we freeze? Okay. Okay. Cause even though you're right here next to me, a part of me still feels like nothing ever lasts. Like I'm already missing you and me. Oh, can we freeze? Ik ben gewoon stil. Ik ben helemaal. Oh,
Oké. Interessant. Daar komt ie. Oké. Oké, ik zet hem nu even op pauze. Oké. Dit was totaal niet wat ik had verwacht eigenlijk. Wat? Ja, dit was echt totaal niet wat ik had verwacht. Dit is echt puur anders eigenlijk. Best wel. En ik vind het best wel nice eigenlijk. Ik krijg een beetje van deze vibe. Een beetje alsof dit het einde is van een album of zo. Had ik ook bij Only Us van Golden Hour. Krijg ik ook al het gevoel dat het einde... Het einde was, zeg maar. Dat krijg ik ook een beetje van dit nummer. Ja, ik vind het best wel vet. En waar ik trouwens ook altijd goed op ga, is die... Psss, zeg maar, dat had je net ook de hele tijd. Bij het Kygo gedeelte, dat je de hele tijd die... Psss, dat vind ik echt nice. Dat vind ik echt nice. Daar ga ik goed op. Laten we doorluisteren. Why does my mind go racing? It's beautiful silence. I feel like I'm always waiting. Like it's just a matter. Ga maar weer. Komt ie weer hoor. Oké. Dit is echt totaal anders. Oké. Komt ie weer hoor. Ja, toch. Shh.
Okay. Oh my god. Nou, dat was hem. Dat einde, dat vond ik echt heel nice. Oh, dat einde vond ik echt heel nice. En ook een beetje net zoals ook bij Only Us, waar ik hem mee vergelijk. Het einde van het album. Hier hoorde je ook op het einde, hoorde je nog eventjes dat hij omhoog ging en toen stopte. Dat had je ook bij Only Us, ging hij ook zo omhoog en dan stopte die. En dan bedoelde ik dit. Ja, wel minder, maar het is wel een beetje hetzelfde. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had dit totaal niet verwacht ook. Oké. En ik vond het echt heel nice. Wow. Ja, ik kreeg er echt een beetje eindvibes van of zo. Het einde van een album of zo. Of iets. Een afsluiter. Zo'n gevoel kreeg ik ervan. Ik vond het heel nice. Ik vond het een heel nice nummertje. Echt lekker, lekker rustig. En dan ook, uiteindelijk bouwt hij weer op. En dan heb je uiteindelijk, ja, het wat luidere gedeelte, zeg maar. Het was heel nice. Het was heel nice. Ja, gezang was natuurlijk ook gewoon prima, de vocals. Niks over te zeggen. Het klonk gewoon goed. Heel nice ook. Ja, en ik deed het dus ook al een klein beetje op het einde, zeg maar, mee. Met die tss geluiden. Dat vind ik altijd heel nice. Bij Avicii had je ook zo'n nummertje. Ain't the Thing. Die vond ik ook altijd heel nice. Dan was het zo. Ik vind dat echt. Daar ga ik echt goed op. Dat had je hier ook. Ja, dat was er een. Daar ga ik echt goed op. Dat vind ik echt nice. Echt een nice nummertje. En dan wil ik even teruggaan naar dit moment. Want dit was dat moment. Dat is bijna halverwege van het nummertje. Dat in één keer iets kwam waarvan ik het echt totaal niet verwacht had. Dit. Ik had dit totaal niet verwacht ook. Pam pam pam. Het is wel nice. Oh, can we free? En je hoort ook weer de hele tijd die tss. Het is zo nice. Ja, heerlijk nummertje. Ja, zoals altijd goede shit. Goede shit. Deze gaat sowieso weer in mijn playlist. Laat zeker in de comments achter wat jij van dit nummertje vond. Ja, ik moet hem sowieso nog vaker natuurlijk gaan luisteren. Dat heb ik altijd. Maar dit is sowieso zo'n lekker nummertje nu al. Echt insane. Ik heb dus in ieder geval genoten. Laat dus even in de comments achter wat je van dit nummertje vond. Ik ga weer lekker genieten van dit nummertje. Echt episch. In ieder geval bedankt voor het kijken. En dan hoop ik jullie binnenkort weer bij een nieuwe reactievideo hier op dit kanaal te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen.